De auto's gewassen, de banden op spanning, de olie gecontroleerd en de tank vol. Zondagochtend konden zo'n 50 equips van start vanaf de Grote Markt in Zwolle voor de Resident Oldtimer Tour. De eerste prijs was niet zo belangrijk. Het ging vooral om het plezier. Voor de deelnemers, maar ook zeker voor het publiek. Oldtimer Tour heeft een mooie MG. Ja. Al jaren in uw bezit? Meer dan 30 jaar. Meer dan 30 jaar. Was u de eerste eigenaar? Tweede. Tweede, oké. Ja. 30 jaar geleden gekocht. Hij is groen en u bent zelf ook in een groene trui. Ja. Helemaal precies. In tenue, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. En 30 jaar lang zo mooi gehouden. Hoe doet u dat? Regelmatig mee rijden en regelmatig onderhoud plegen. Ja. 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 En u was dus de tweede eigenaar. Waar kwam die oorspronkelijk vandaan? Uit Zaandam. Uit Zaandam. Dat was de eerste eigenaar. Ja, ja. Ja, precies, ja. En 30 jaar geleden gekocht, dus een hele tijd geleden. Ja. Waarom een MG? Probleemloos rijden en ik zit er goed in en er is nooit wat mee, altijd lopen, starten, lopen, ja. Geen probleem. Heeft u vandaag niet extra geprepareerd, zeg maar, om de ritten te laten volhouden? Nee, even de sapjes gecontroleerd, ja. Olie, water, benzine. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Heeft u verder nog wat versnapering of zo meegenomen? Of? Nee, want we krijgen wel, het zit allemaal in de goodiebag, water, marsen en dat soort dingen. Goed verzorgd. Onderweg. Ja. Dus, ja, ja, precies. Ja. Rijdt u alleen of heeft u een bijrijder? Mijn vrouw komt zo meteen. Echt metaal. Op de motorkap zitten. Ja. Maar dat vond ik niet mooi. Dus ze gaan nu achter de voorruit. Achter de voorruit. Het ontziert een beetje de auto, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Want je hebt een mooie oude kever. Ja. Een Karman kever, zie ik. Een echte Karman. Ja. Ja. Wat stel je zo bijzonder aan, een Karman? Karman is degene die de cabriolets maakte van de Volkswagens. Ja, ja. Dus ja, dat is het merk, hè. Ja. Het ziet er picobello uit. Is hij helemaal origineel of is het gerestaureerd? Hij is gerestaureerd. Ja. En hij is 50 jaar oud. Hij is 50 jaar oud? Ja. Ja. En waar komt hij vandaan? Weet u wie de eerste eigenaar was? Uit Duitsland. Okay. Het is een originele Duitse auto. Ja, ja, ook nog een keer. Heel mooi. Ja, 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 ja. Want ze kwamen ook wel eens uit Brazilië, geloof ik, of zo. Of waar waren ze gemaakt? Ja, dat klopt, maar dat zijn niet de goede. Nee, nee, dat zijn de curry varianten, zeg maar. Ja, 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 die, nou, die roesten nogal. Die hebben een dunner plaatwerk en zo, dus dat gaat allemaal niet zo goed. Ja, ja. Had het zelf gerestaureerd? Of, Nee, ik heb hem zo gekocht, ja. In 2003. Ja. Hoe heerlijk is dat om in zo'n auto te rijden? Oh, is fantastisch. Ja. Ja, echt. En dan met name ook cabrio? Ja, ja, ik hoop dat het ietsjes warmer wordt. Dan, dan kunnen we de jas ook nog uit. Ja, nou, het hoort er een beetje bij, hè? Soms is het een beetje bikkelen, zeg maar. Ja, soms is het bikkelen. Dan doen we de jas maar aan en dan komt het wel goed. Ja, okay. Banden, reservebanden op de weg en op het dak. En ook nog wat olietankjes of zo, of benzinetanken? Ja, daar komt het wel op neer, inderdaad. Er zit helaas geen, nou ja, er zit geen benzine in, dat is niet echt nodig. Maar je moet wel gewoon wat op het dak voor de sier. Daar is het dakrek namelijk ook gewoon voor, dus ja, altijd praktisch. Het is een oude Renault 5. Ja, inderdaad. Van 1988 is die. Ja. Ik heb hem nu, nu al zo'n 4 jaar en hij doet het eigenlijk altijd. Je moet hem natuurlijk wel altijd gewoon bijhouden en onderhouden. Ja. Er zit al wat tijd in, maar ik heb er ook heel veel plezier van en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, want race je er veel mee of rij je er veel mee? Ja, in het dagelijks leven rijd ik er op zich niet zo heel veel mee. Nee. Maar ja, de keren dat je ermee rijdt, dan doe je het wel met plezier in ieder geval. Ja, ja. Dus ja. Het is een heel oude auto, maar je bent best wel jong, hè? Waarom deze keus? Ik heb zelf niet eens echt heel veel specifiek met Renault of dat soort dingen. Maar ik kwam hem tegen, want de vriendin van mijn baas had hem toen destijds. En die wou er vanaf en toen wou ik hem gewoon overnemen. Is een beetje liefde op het eerste gezicht? Nou, eigenlijk wel, ja. En ik wil er nog steeds niet vanaf, dus nee. Ik blijf er lekker mee doorrijden zolang het gaat. Ja, dat, je hebt ook mooie stickers erop? Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje een hobby van mij, BMX'en en een paar meeting stickers van Renault 5, GT Turbo Meetings. Okay. En aan de andere kant de landen waar ik tot zover mee er ben geweest. Okay. Dus wat is het verste land dat je bent geweest? Dat is eigenlijk helemaal het noorden van Zweden, vorig jaar zomer. Ja. Ja, precies. Zonder problemen heen en terug, 7000 kilometer. Ja. Ja. Rij je dan alleen of heb je een bijrijder? Nee, dat was met de maat, twee maten eigenlijk en nog een andere auto. Okay. Dus ja, was een mooi avontuur. Ja. Waar ik dit jaar heen ga, weet ik nog niet, maar... Hij gaat in ieder geval mee. Ja, we moeten nog wel een keer op avontuur eigenlijk. Ja,
Heeft u hem al lang? Ja, 5 jaar. 5 jaar? Ja, hij is 50 jaar oud. 50 jaar oud. Ja. Nog ietsjes jonger dan u, zeg maar. Ja, een paar jaar. Een paar jaar, ja, precies, ja. Vandaag heel veel plezier. Gaat u alleen rijden of gaat u met twee personen? Met mijn zwager, namens je tweetjes. Ah, met z'n tweetjes. Dus, rijdt u vaker? Dit is de eerste keer dat ik meedoe. Okay. Dus, ja. Maar die heeft de auto al wel langer, zeg maar. Ja, 5 jaar. Ja, 5 jaar. Dus, en is hij uit de originele staat? Of, zegt u? Is hij in de originele staat? Ja, hij is helemaal origineel. Ja, hij is niet geregistreerd. Ja, jawel. Dat wel, ja, dat wel. Maar dan de 50 jaar rek je niet, hè? Nee, dat ik wou net zeggen. Hij ziet er wel heel mooi uit, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar nee, ja. Het was mijn eerste autootje vroeger, dus... Oké, daar heeft ook rijles in gehad, bij wijze van spreken. Ja. Ook dat toch, ja. Heel leuk. Ja, en nou ja, daar heeft het dus in geleerd, een eerste auto en dan nu ook weer zo eentje gekocht. Leuk. Ja, ja, een beetje nostalgie, hè? Ja, waar heeft u hem op de kop getikt? In Zeeland. In Zeeland? Ja, ja, ja. Ja. Daar stond hij als een mooi plaatje al? Of was het, ja, ja, dat was je al helemaal netjes. Ja, ja, dat was wel helemaal netjes. Oké. Okay. Ik ga wel richting Apeldoorn, denk ik. Apeldoorn? Dat is wel leuk, over de Veluwe heen. Nou, daar staat hij niet precies op, maar het zijn allemaal binnenweggetjes. Ja. Voorstweg, nou... Voorstweg klinkt wel ergens op de Veluwe. Ja. Nou, ik weet het niet meer. Zullen we kijken? We zien het vanzelf. We zien het vanzelf. Als het maar mooi weer blijft, dan denk ik wel dat het gaat lukken. Ja, toch? Dat gaat wel lukken. Dat gaat lukken, ja, hoor. Precies. Helemaal goed. Of wat die hele mooie Fiat wordt ook nog nat. Dat moeten we niet hebben, hè? Nou, precies. Oh, dat mag toch niet nat worden? Nee, absoluut niet. Nee.